Hm? 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 Hoe is dit nou dan? Hm? Knol power! Oh ja, dit is wel een heftige. Holy shit, we moeten gaan. Fuck, we moeten gaan. Sokken. Sok. Shit. Ik heb een knol power bij jou laten. Kom, Bas, kom. Die deur open. Dit is er een, hè? Hij gaat niet af. Wat? Onderbroek. Ja, let's go, toch? Oh. Shit. Ja! Nee! Ja! We missen de chauffeur. Missen we de chauffeur? Ja. Verdomme, waar is de chauffeur dan? Zo, we lagen net in bed. Ja. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en holy shit, meteen buiten adem. Wat gebeurt hier? Oh mijn god, we lagen net in bed. En in één keer gaat er een melding af. Ik zit serieus, kijk mijn outfit. Ik ben met knolpower pyjama ben ik in de brandweerkleren gestapt. Ik heb de broek aangetrokken. Ik heb de speciale brandweerlaarzen aangetrokken. Ik heb hier de jas. Ik heb de helm. Dus ik heb alles compleet. En er was een melding binnen van een ziekenhuisassistentie. Iemand zat bekneld en in één keer rennen uit bed, jongen. Ik ben echt even helemaal in de war. Maar nu weet ik niet waar de rest is. Gaat er nog wel gebeuren? We zaten namelijk zo net met z'n allen in de auto. Maar volgens mij is de melding afgemeld. Nou, dan zouden ze dat toch wel zeggen. Ik hoorde ambulance buiten rijden, hoor. Ja, maar ik denk dat er al mensen heen zijn gegaan. Je hebt namelijk verschillende vestigingen qua brandweer. En ik denk dat er al een andere partij heen is. Of eerder was. Hallo? Serieus? Iedereen is ook gewoon in één keer weg. Hallo? Wat is dit nou weer? Ze is met ons aan het ouwen. Het kan geen grap zijn, want er ging serieus alle toetjes bellen, alarm, melding. Bas en ik keken elkaar aan in bed. Zoals... Is dit het? Is dit het? En het licht ging aan en bam, ja oké, okay, sok aan. Ja, wat moeten we ook alweer doen? Ja. Door, ik gleed van die paal af. Ja, viel te hard. Ja. Is dit gewoon kapot of niet? Nee, dat niet gelukkig. Oh, gelukkig. Oei, oei, oei. Maar nu dan? Ja, nu is het volgens mij, moeten we de spullen terugleggen. Ja. Ik denk dat het niks is. Ik denk dat het wel echt serieus iets is, want er zat iemand bekneld. Maar ik denk al dat er een andere brandweerwagen is uitgerukt. En dat ze deze hebben afgemeld. Het zou kunnen. En nu ligt iedereen al op bed zonder te zeggen van, hé Bas. Ja, ik weet niet waar ze heen zijn. Misschien zijn ze aan het bellen van wat is er aan de hand of zo. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog mensen. Hebben jullie er zin in? Doe een blauw duimpje omhoog. Voor de mensen die de vlog van gisteren hebben gemist. Ik loop samen met Bas een 24 uurs dienst. Het is nu dus midden in de nacht. En ja, het is een nieuwe dag. Dat begint voor ons in de nacht, want ja, het is 24 uur dienst. Dus we gaan nu weer terug naar bed, denk ik. En dan gaan we kijken of we er vannacht nog een keertje uit moeten. Dit is serieus de eerste keer dat we eruit moeten. Bijna iedereen zegt hier dat we ongeveer rond een uurtje of drie eruit moeten. Dat gevoel hebben. Oh, als dat ook zo zijn, hè? Ja, dan zien we er nog veel slaperiger uit dan dit. Is er niemand meer? Oh. Dus iemand heeft niks meegekregen. Ja, de alarm ging, ja, melding. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja. Fijne uitdruk. Was dat niks? Wat denk je zelf? Ze zaten gewoon met ons te dollen. Dat meen je niet. Echt? Serieus? Nee, en daarom ligt ze nu allemaal stil op bed zeker, of niet? Oh mijn god. Heb je de melding gehoord of niet? Ja. Wat was de melding? De melding was er iemand... Assistentie, ambulance, beknelling, nee, been. Assistentie, ziekenhuis. Oh, vuile. Assistentie, ziekenhuis, iemand zat bekneld of zo. Wat zeiden ze nog meer dan? Ja, volgens mij was het in de trant van de penis bekneld in een vrouw. Oh, nee. Oh, vuile. Oh, oh, vuile. En daarom zijn ze nu allemaal weg. Oh, oh. Oh, dat is wat echt gemeen. Wat gemene gasten. Daarom zijn we hier nu helemaal alleen. Ze hebben gewoon een neppe melding gemaakt. Grappig! Ah, leuk! Leuk jongens! Ik heb een knolpower pyjama aan. Jongen, 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 jongen.
Ja, goed hoor jongens. Wij bleven ook in die wagen zitten, joh. Wij dachten, nou, komen ze nog? Die chauffeur duurt wel lang met wakker worden. We misten één iemand, dat was de chauffeur. Dus wij, Bas en ik, keken elkaar aan. Hoe kon die chauffeur niet? Ja, die chauffeur lag in bed, die hoorde... Oh ja, bullshit. Ik blijf liggen. Ja, die hoorde de melding, penis bekneld in een vrouw. Die dacht, laat maar zitten. Zo. Ja, goed hoor jongens. In, hoor. Ja, nou, gaan we naar bed? Ja, nu gaan we slapen, hoor. Lekker, heren. Nou, één ding is wel. We hebben de test, overleefd. We zijn goedgekeurd voor de test, want we waren op de tijd snel, jongen. Zo, waar eerder dan de chauffeur? Ja, jij rende gewoon in je onderbroek naar beneden. Ja, joh, kalm. Nou, gaan we weer naar bed met de knolbouw op jou. Slapen. Kijk hem, de held in onderbroek. deze, ik denk dat iemand wel gered wil worden door mij, zo. Hoppakee. Zo, gaan we weer lekker het bedje in. Zo, sokken weer uit. Ik hou ze aan, denk ik. Ja, ik had ze ook binnenste buiten. Nou, slaap lekker. Of tot morgenochtend. Of tot straks. Ja, tot straks. We gaan het zien. Slaap lekker. Oh my god. Dit is toch geen grap meer, jongens. Dit is niet normaal. Laat me het licht aandoen. Wij denken al, wat horen we de hele tijd voor hond. Kijk wat ze hebben gedaan. Ze hebben serieus... box naar beneden laten hangen van de bovenste verdieping. Wat een kuthond, gek. Wat is dit voor grap, jongen? Kalm. Kutstreek, gek. Jeetje. Wat de hel. Ik sliep ook echt net bijna, hè. Ja, ga nu weer naar boven die box. Lullo's. Jongen. Als hij weer naar beneden gaat, moet je hem weer gaan afpakken, hoor. Ik hoor hem weer blaffen. Hier, er komt ook iemand binnen, hoor. Hé, hey, goeie grap, jongens. Hey. Oh. Jij is echt zo'n ondeugende rotkop. Nou, hè? We dachten echt dat het van buiten. Wat de hel, joh. Het kwam er ook. Even kijken, hè? Dan weer weg, hè? Ja, het kwam ook van buiten. Ja, ze gingen even kijken. Zijn ze al geïrriteerd? Goeie, hoor. Lekker, hè? Hé, slaap lekker. Hou die hond van je hem stil. Jongen, hoe verzie je het om van boven een box naar beneden te laten hangen? Die hebben hele plannetjes, jongen. Ik heb het gevoel dat dit nog maar één van de tien is of zo, joh. Ja, echt, hè. Volgens mij krijgen we vannacht een emmer water over ons. Oh ja, vast. Dit wordt echt de slechtste nacht ever. Ja. We hebben onze rust echt nodig. Ze hebben nog steeds aanstaan. Ja. Sst. Sliep jij al? Ja, net. Ja? Was je niet nog met je spelletje bezig? Nee, ik had net mijn telefoon uit. En ik denk, wat hoor ik? Ja, laten we verder slapen, man. Waarom hebben ze niet al lang uit? Nou, boeien, ik slaap er wel doorheen. Nou, ik niet. Ik loop nog naar boven, joh. Ik pak die ja, box. Ja, laten we naar boven gaan, joh. We gaan ze even aanpakken. Is de hond al stil? De hond? Als het goed is, wel. Hij is nu zijn mandje in. Zo. Ja. Nou, zullen we weer gaan slapen? Nee, ik wil nog even één ding doen. Ja. Slaap lekker. Ik ging helemaal niet meer slapen. Oh shit, bro, wat heb je gedaan? Ik was het niet, het was niet mijn idee. Kom, Bas. Waarom ga je dit wel daar langs? We hebben hier gewoon een deur, gewoon naar de gang. Ja, hè? Ik loop elke keer te ver. Zo, dat had ik misschien niet moeten doen. Nee, dat had je... niet op slot, hè? Ja, die wel, maar die niet. Ja, dat is geen zin dan. Zo.
Ik durf niet meer te slapen. Nee, ik ook niet, joh. Doe helemaal niks. Ook gewoon één dikke stereo naar beneden. Ja, gewoon. Dikke stereo. Gewoon zo'n bouwvakkersding. Gewoon vanaf het dak, hè. Dus er is gewoon iemand het dak opgegaan. We zijn nog maar een half uurtje verder. Ja, jongen, jeetje. Dan rijdt deze besloten. Via hier kunnen ze niet komen. Bro, wat is nou melding komen? Oh, dan gaan we daar wel uit. Ja, kunnen we die ook draaien. Ja, goeie man. Nou, we gaan slapen. Zo, het is nu, dames en heren, 6:30 in de ochtend. Ik heb echt kapot veel spierpijn van gisteren. Jij? Nee, ik voel het nog niet, maar dat komt misschien omdat ik nu helemaal wakker ben. Zo. Ik ben eerlijk gezegd, als ik me nu zo voel, ben ik echt blij dat vannacht het alarm niet is geweest. Dat zei je vorige keer ook. Ik heb echt als een blok geslapen, omdat ik zo kapot was. Echt als een blok geslapen hier in het bed. We gaan nu even naar de zaal toe. Dan gaan we hopelijk even een lekker broodje pindakaas eten. Goedemorgen. Hij is ook helemaal ready. Ja, hij is helemaal klaar, joh. Ik nog in de pyjama. Bas heeft nog steeds een gat in zijn sok. Hij heeft een gat in zijn sok. Dan heb ik een sok in de gat. Ja. We gaan even lekker een broodje smeren. En straks, over een kwartiertje, om 7:00 is er dienstwisseling. Dan gaan ze even bespreken, straks, hoe en wat. En dan daarna gaat de ene ploeg, waar wij 24 uur mee hebben gelopen, gaat naar huis. En dan de nieuwe ploeg, die gaat een nieuwe 24-uursdienst draaien. Dan gaan wij lekker naar huis. En dan gaan we thuis even kijken of we nog even bij gaan slapen. Of dat we... Nee, we blijven gewoon wakker, hoor. Wil jij een drankbootje? Ja, doe maar eentje, hoor. Eén plakje stoet? Eén plakje stoet. Dankjewel. Weet je waarom ze die deksel hebben? Anders loopt het brood weg. Wat zei? Anders loopt het brood weg. Ja? Kerel, zo kan je niet zijn in de ochtend. Voor tegen de ratten. Ja? Ja, loop hier ratten rond. Inderdaad. Iedereen met de paal. Iedereen gaat met de trap, wij gaan met de paal. Hey. Zo, zijn we. Hier achter mij gebeurt nu de dienstwisseling. En dan gaan ze altijd even bespreken wat er allemaal is gebeurd. En hoe goed wij het hebben gedaan, denk ik. Dat sowieso. Die piepers die worden allemaal overgegeven aan de ander, waar dat alarmpje op gaat. Ja, ja. Ben ik ze wel thuis? Ja, dat was het. Top. Top, wel thuis zijn. Ja, dus we gaan lekker naar huis. We gaan lekker dus inpakken. We pakken de tassen en we gaan. Zo, nou ik heb wel lekker geslapen. Bedankt kamer. Doeg brandweerauto. Oh. Zo. Er zit de 24 uursdienst bij deze, de officier op. Nogmaals, alle mannen hier, alle brandweermannen. Echt top werk wat jullie doen. Zwaar respect. Het is echt wel pittig. Al helemaal zo'n 24 uursdienst. Wat ik me wel afvraag is, nu hebben we een 24 uursdienst gehad. En nu gaan, ja, die brandweermannen die gaan allemaal naar huis. Die hebben nu 24 uur niks. En dan daarna weer een 24 uursdienst. En dan hebben ze 3 dagen vrij. Maar wat doe je dan in je vrije dagen? Want het is gewoon door de week. Ik bedoel, het lijkt mij dat al je vrienden en zo moeten gewoon allemaal werken. Van 9 tot 5. Ik denk een beetje huishoudelijke klusjes. Ja? Een beetje klussen of iets? Ja, maar gewoon de was doen en zo. Een beetje de vrouw helpen. Tenminste, ga ik vanuit. Ja, weet ik niet. Ja, ik weet ook niet. Dat vraag ik me eigenlijk een beetje al. Dat ben ik vergeten te vragen. Maar voor de rest, echt holy shit. Echt respect. Echt mooi werk. Ja. En gaaf om weer een dienst mee te draaien. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer bij de brandweer. Gaan we weer een 24 uur dienst doen. Dit was al de tweede dienst namelijk die we mee hebben gedraaid. Later. Zo, zijn we weer. Sokje, waar ben je? Sokje. Hey, ik zie waar Sokje ligt. Ik zie namelijk een bobbeltje. Sokje. Hallo Sokje. Ben je daar? Hallo. Kiekeboe. Hey. Ga
even lekker te slapen. Oh, je hebt het lekker warm. Hè? Ja, lekker. Zo, ben ik weer thuis. Oh. Basti is naar huis gegaan. Die gaat lekker chillen met zijn vriendin. En ik ga hopelijk lekker chillen vandaag op de motor. Het is knijtertje mooi weer. En wat ik van plan ben, als dat lukt, wordt dat ongelooflijk vet. Dat weet ik 100% zeker. Ik heb op dit moment mijn helm, mijn communicatiesysteem opgeladen. Dit is een communicatiesysteem wat ik dus op mijn helm heb. Dus deze kan ik er nu uithalen. Dit apparaatje is 100% opgeladen. En dit apparaatje kan ik hopelijk verbinden met mijn camera. De camera die doe ik hier naast mijn helm, die klik ik vast. En als het goed is, als dit gaat werken, dan kan ik dus de camera aandoen en dan zet ik het geluid, dus wat ik allemaal ga praten in de helm, zet ik onder het beeld. En dan kunnen jullie horen wat ik zeg tijdens het motorrijden. En dat is iets wat ik al heel lang heel graag wil. Want dan kan ik gewoon beginnen met mijn motorvlogs. Dus stel voor ik ga ergens heen, dan kan ik gewoon op de motor stappen en dan kan ik gewoon lekker met jullie babbelen. Dan kan ik jullie een paar mooie bochtjes misschien laten zien en gewoon wat dingetjes vertellen. Ik denk echt dat het een heel cool effect geeft en dat het echt weer een upgrade is van mijn vlogs. Want normaal gesproken als ik op de motor zit, zoals vorig jaar, heb ik gewoon wat vette shots gemaakt, muziekje ondergezet en that's it. Maar tijdens het motorrijden kom je echt hele vette dingen tegen die ik wil laten zien aan jullie, waar ik wat bij wil vertellen in plaats van alleen een mooi shot met een muziekje eronder. Dus ik denk echt dat dit een stapje hoger is qua motorvlog en ik hoop echt dat het gaat werken. Dus dat is waar ik nu achter ga komen. Dus ik ga hier een beetje mee priegelen, een beetje mee sleutelen en hopelijk kan ik jullie straks het goede nieuws brengen en kan ik straks op de motor stappen en kan ik lekker met jullie babbelen. Oh my god! Holy shit! Gruwelijk! Voor jou! Holy shit! Ze deed ook even zo'n mooie blauwe duim omhoog. Oh my god! Dit is echt, oh, ik heb helemaal kippenvel. Kijk dan, mijn haar is dan helemaal overeind. Ik wist geen eens dat ik zo lange haren had op mijn arm. Oh mijn god. Dat is echt de dikste Ferrari die ik echt, nou in ieder geval, in een hele lange tijd heb gezien. Omdat het ook nog eens een cabrio is. Oh mijn god, ik krijg gewoon tranen in mijn ogen van blijdschap. Dit is een auto, mensen. En dan ook nog in het rood, hè. Kanonnen. Gruwelijk. Oh, man, man, man. Ik ben echt veel te lang dit aan het filmen, maar ik vind dit zo mooi, hè. Oi, 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 oi. Wat een bak. Zo. Oké, dat was echt even een beetje intens. Ik kom eventjes terug op het feit van mijn helm wat ik net vertelde. En de camera, het is niet helemaal gelukt, helaas. En ik heb een afspraak gemaakt en die wil ik heel graag nakomen. Dus ik ga morgen weer verder met het fixen van mijn helm en de camera. En dan hopelijk kan ik dat heel snel doen. Want daar heb ik echt zo ontzettend veel zin in. De motor die eraan komt, mensen. Oh my god. Daar ben ik net zo enthousiast voor als waarschijnlijk die man die zo blij is met zijn auto. Want de motor die eraan komt waar ik op ga rijden dit jaar is wauw. Wauw. Gewoon geen woorden voor. Ziek. Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Maar de afspraak die ik heb gemaakt, zoals ik al zei, wil ik zeker weten nakomen. Ik ga echt iets heel erg leuks doen. Ik zal jullie straks daar meer over vertellen. Maar eerst moet ik daarvoor eventjes een 3 kwartier in de auto zitten. Dus even lekker een muziekje luisteren. En ik heb een nieuw favoriet nummer op dit moment. Deze is... Oh, zo lekker. Komt-ie, ja? The snow if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. She ain't messing with no other man. Ja, dit is lekker hoor. Dit is echt lekker. Dit is genijten, mensen. Dit is genijten. Het is nog een beetje vaagjes. Maar als het goed is, ben ik er. Als het goed is.
Mooie buurt hier, holy moly. Zo, gaat er in één keer vlak een trein langs, joh. Langs je huis. Ik moest ergens via een achterdeur of zo. Hallo. Hoi. Alles goed? Ja, met jou. Zo, kijk. Daar hebben we het weer, hoor. Jee. Oh ja, daar staat hij. Ja. Hoppa. Wow. Hallo. Zo, deze kat. Hallo. Wij gaan naar Schiphol. Ja. Want? Ik weet de weg niet. Jij weet de weg niet. Nou, ik zet de navigatie. Maar en okay. Terwijl ik de navigatie zet, wil jij dan even vertellen wat precies de bedoeling is? Want jij hebt een vriendin. En ja. Die ken ik ook. Ja. En hoe en wat en zo. Nou, Elise heet ze. En die is eigenlijk altijd bij mij als we naar meetings gaan of zo met Enzo. En die heeft 5 maanden stage gelopen in Noorwegen. Ja. En die komt nu weer thuis. Die zit nu in het vliegtuig. Oké, dus die gaat straks landen. Die gaat zo... Ja, best wel snel landen. Maar ja, dus... Die gaan we even verrassen. Ze weet wel dat ik kom. Ze stuurde net nog van, voordat het vliegtuig instapt, wil je het even filmen als ik aankom. Echt? Ik denk, ja, dat wordt wel gefilmd. Nou, dat zal ik wel doen. Ik zorg wel dat het gefilmd wordt. Dat komt goed. Toen Liz mij vroeg om dat te gaan doen, toen dacht ik van ja, superleuk. Lijkt me echt heel erg lachen. Dus daar gaan we gewoon voor zorgen. Dus we gaan nu richting Schiphol. Dat is 35 minuutjes rijden. En dan zien we als het goed is straks Elise naar buiten komen. En is ze helemaal verrast van, Enzo, wat doe jij hier? En dan zien we daarna wel verder. Dat is het plan. Zin in? Ja. Ik denk dat ze gaat huilen. Denk je dat ze gaat huilen? Dat denk ik. Ja, maar je hebt toch al 5 maanden niet gezien? Nee, super raar. Ja, want ik was de laatste tijd echt wel veel met haar. Ja, daarvoor zag jij sowieso elke week of zo. Ja, de laatste wel inderdaad. Dus heel raar. Maar we gaan het zien. Oké. Okay. Ik heb er zin in. Nou, ik heb er ook heel veel zin in, dus we gaan het zien. Zo, vind jij het spannend? Ja, een beetje wel eigenlijk. Ja, serieus? Ja. Schattig hoor. Nou. Ja, ik denk dat het wel een mooi moment wordt. Ja. Ik bedoel, je hebt haar 5 maanden niet gezien. Ja, je hebt wel FaceTime met haar, denk ik, videobellen ja, en zo. Maar eigenlijk minder dan we hadden gepland eigenlijk. We hadden een beetje druk. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Oeh, oh my god. Sorry. Ik dacht ook weer. Ik reed bijna tegen die paal aan. Ik dacht dat ik hem in P-stand had staan, maar ik had hem nog in drive. Dus ik reed echt bijna tegen die paal aan. Ja, weet je, het is toch alleen auto. Nee hoor, grapje. Oeh, ging nog maar net goed. Ik denk dat de middelste het wordt. Wat denk jij? De rechter? Ja. Oké, we gaan kijken. Hallo? Ik heb alleen geen geduld. Ik heb alleen geen geduld. Oh my god. Oh mijn god. Van alle drie wordt het de linker. Ja hoor. Zo typisch. Zo, wat een drukte altijd hier, hè? Holy shit. Nou, we zijn aan het wachten. We staan bij aankomst nummer 2. En ik kan wel aflezen aan jou dat je het heel spannend vindt. Vertel eens even hoe spannend je vindt. Ja, heel spannend. Ik heb geen internet, dus het gaat allemaal fout. Als het goed is, gaat Elise een berichtje sturen voordat ze hier naar buiten komt. Door de deuren. Dus we gaan het zien, elk moment. Ik ben echt benieuwd naar een reactie. Gewoon 5 maanden gewoon niet in Nederland geweest. En dan nu is ze hier weer. In het mooie kikkerlandje. En dan sta ik er. Ja, ik ben echt benieuwd. Straks vinden ze het helemaal niet leuk. Zeg ze, wat doe jij nou hier? Ik zit hier niet eens. Ja, precies. Skipsie, ja. Wie ben jij? Zegt ze dan. Ik loop wel achter met vlogs. Ja, ze loopt achter met vlogs. Ja, echt mega erg. Omdat ze daar niet zo goed internet heeft. Nou, van geen tijd. En te druk. Ja. Kan natuurlijk niet. Jongen. Daar zal ik wel even haar op aanspreken. Oh, dit moment heb ik ook op beeld. Oh, lekker knuffelen. Ik wil eigenlijk ook lekker meedoen. Jij mag straks met Elise knuffelen. Oké, dat is ook fijn. Oh, dit is echt een mooi moment. Ze genieten er echt van. Oh. Oh, dat was echt schattig. Zeg ja, dat je dat? Oh, ze gaven elkaar echt een hele lekkere kus. Dat is toch leuk? Ja, zeker. Het is best wel mooi om hier te wachten. Je ziet al die mensen hier helemaal blij. Kijk dan. Zo, ja, dit wordt nu wel heel klef. Ja. Het wordt nu een beetje heel klef. Kijk wel gewoon hier zo. Oké, okay, nou. Wachten. Gezicht.
Hallo. Daar is ze. Terug. Dat doe ik niet. Dit is mooi, hè? Ja. Moet je al huilen? Voor mij neem ik het. Hallo. Hallo! Had je niet verwacht? Nee, dat had ik echt totaal niet verwacht. Nou, we zaten hier even te wachten. Wanneer komt ze nou? Maar je bent eindelijk. Ja, eindelijk. Na 5 maanden. Heb je het leuk gehad daar? Ja, zeker. Ja. Ik vind het jammer om terug te zijn. Het is een beetje mixed feelings, maar... Ja, je wilde eigenlijk daar nog wel wat langer blijven. Als dat gekund wel, maar ja, ik ben ook wel blij om terug te zijn in Nederland. Ja. En ben je een beetje bij met de vlogs? Nee, eigenlijk niet. Ik loop zeg maar achter. Ik moet vanaf februari ongeveer. Vanaf februari moet je nog kijken? Maar ik heb nu 3 maanden vakantie, dus ik kan me inhouden. Dus je kan alle vlogs nu gaan kijken? Ja, dat yes. En vooral deze natuurlijk. Ja, of course. Top. Dus ik ben wel blij dat ik er ben. Ja. Thanks. Goed gedaan. Yay. Echt een gentleman. Ja, ik duw je koffers. Oh, ja. Ja, fans. Hallo, zie je wel. Hij komt hier toch voor mij? Hoe zit dit nou, joh? Doei, ja. Elise en Doei. Mary nemen de vlog over. Ja. Komt hij van mij, dan gaat hij op foto met fans. Nou. Ik vind hun eigenlijk veel leuker, maar ja. Nou, oké, okay, dag. Moet met jou mee. Nou, moet. Je hoeft helemaal niks. Jawel, ik ben betaald door Lissy. Dus, oh ja. Ik moet nog een uur hier zijn. Okay. Een uur? Dan mag ik weer weg. Nou, dan gaan we nog even een uurtje Starbucks drinken. Ja, we gaan sowieso naar Starbucks. Ja, sowieso. Maar waar is de Starbucks? Even wachten. Ik ja, dit duurt ook echt uren, hè? Oh, nee, dat meen je niet, hè? Er staat een meisje langs. Wow, schrik me dood. Hey, yo. Oh, maar niet omdat ze is heel knap. Hallo. Zo, ik schrok een beetje in één keer. Stond je er? Ik ga nu pas eten. Ik ben net van turnen. Oh, nice. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je bent gaan turnen, dan moet je daarna gewoon lekker vreten. Ja, je moet het wel in balans houden. Ja, toch? Ja, kan je een beetje turnen? Ja, ik zit bij een selectie daar. Oh, zo zie je er niet uit. Nee, grapje. grapje. Nee, dat is knap. Bij selectie turnen, holy shit. Dat kan je niet, hè, Lise? Nee, ik zie je ook echt niet turnen. Nee. Zie je er niet uit. Bij jou meen ik het wel. En bedankt. Hoppakee, die staat erop. Ja, selectie, zet hem op, hè. Doei. Alsjeblieft. Dag hoor. Dat was echt super schattig. Ja. Holy shit, selectie turnen, dat is echt nice. Maar bedankt voor het compliment. Ja, geen probleem. Hé, waarom ging jij niet huilen toen je me zag? Wat is dit? We hadden verwacht dat je zou huilen. Ja, ik had het echt verwacht. Ja, omdat ik al heel veel heb gehuild in Stavanger zelf. In Stavanger? Oh ja, waar je was in Noorwegen. Ja, Stavanger, daar heb ik zomaar 5 maanden gewoond. Daar was ik. Maar kunnen we dat niet even opnieuw doen dan? Dat je zeg maar nu een soort van nep gaat huilen. Omdat ik zou zeggen, oh, komt goed, oké. Okay. Even voor de vlog. Ja, is goed, wacht even. Oké, even in je moment komen. Ja. Even aan dode puppies denken. Dode puppies? Nou. Moet je dan huilen? Oh, wacht. Honden liever. Oh. Sorry, Lizzie. Lizzie is helemaal dierenvriend. Nee, maar huilen kan je niet faken. Doe even. Wel. Even pokerface. Ja, kom op. Heb ik mijn mond ook nog vol, zit ik helemaal te lachen. Ja, lekker man. Oké, okay. Nee, dat ging niet zo goed. Laat maar zitten. Nee, ja, je wilde zeker een goede clickbait. Ja, ik dacht iets aan een titel van... Huilend een meisje ophalen op vliegveld. Ja, 5 maanden vriendin niet gezien, nu huilen door mij of zo. Nee, helaas, nee. Nee, oké. Okay. Maar ik kwam sowieso niet heel veel emotie van mij uit, zeg maar. Het was gewoon... Hey. Zoiets was zo het. Zo erg was het niet, toch? Ja. Jawel. Kunnen we het nog 1 keer terugkijken? Jawel. We zijn van Schiphol zijn we nu naar Rotterdam, Ridderkerk zijn we gereden. Oh ja, je mag mijn adres wel, is maar mijn plaats. Aan de Rotterdamse weg nummer... Mag ik een shout-out geven naar Ben je juf? Ja, tenminste juf in opleiding. Oh echt? Ja, dus even shout-out naar mijn stage. Wat geef je dan, turnen? Ja. Turnles. Nee, gewoon juf op basisschool. Gewoon alle vakken. Ah, dat wist ik niet. Nee, nou, we zo leren elkaar kennen, toch? Ja, nou, ik krijg een beetje warm hier, hoor. Ja, snap ik. Zo, ja, maar die auto die... Ja, maar wat doe jij voor werk dan? Ja, dat weet ik ook nog steeds niet.
Ik ben nog steeds niet achter wat voor werk ik doe. Nee? Nee. De ene dag ben ik vuilnisman, dan ben ik professioneel visser. Dan brandweer. Dan ben ik brandweer. Wat tof. Misschien moet je een keertje in de klas komen kijken. Zeg maar, misschien is meester wel wat. Zodat voor jij jou de juf van de school wordt, zeker. Nee, dat je meester wordt. Dat ik meester word, meester de... Knol. Ja. Waarom moet je daarom lachen? Meester Knol. Nou, één. Niet fucken met meester Knol, anders krijg je een schop in je hol. Wauw. Ja, dan willen luisteren ze meteen. Ja, ja toch? Onder de indruk, ja. Nou, misschien kan je dichter worden. Heb je daar eens een keer over nagedacht? Ja, dichter, poëzie. Ja, filmt hij eigenlijk wel. Ik heb hem net uitgezet. Nee, echt? Ja. Oh, ik schrok me dood, hè. Holy shit, ik dacht, nee, dat meen je niet. Dan moet alles weer opnieuw gaan. Nu sta je wat beter in beeld. Nou, fijn. Nou, fijn. Wat ben je enthousiast, hè? Ja. Ik heb dat ook altijd wel, hoor. Als ik altijd een reis achter de rug heb en ben geland, dan zie ik ook een beetje zo uit. Bedankt. Nee, nee, maar het is meer, ik ben gewoon 5 maanden weg geweest en het moet even allemaal even omheen komen. Nee, natuurlijk. Dat snap ik, dat snap ik. Fijn dat je het begrijpt. Ja, dat is niet erg. Sorry dat ik dit heb geregeld, jongens. Ja, had je dat geld beter kunnen sparen? Oh, jij bent er ook nog. Hey, Lizzie. Wie ben jij? Lizzie. Even voor de duidelijkheid, ik ben heel blij dat je er bent. Ik vind het echt leuk. Echt een tof verrassing, maar... Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja. Ongemakkelijk. Ik ben gewoon heel blij dat ik eindelijk weer even wat gaan eten. Maar had je iets op de planning vandaag? Nee. Gewoon thuiskomen. Ja. Wat heb je het meest gemist aan thuis? Nu moet je heel voorzichtig je antwoord kiezen. Voor je vader die kijkt. Mijn ouders natuurlijk. Ja, precies. Hè? Dat duurde lang hoor, vond ik. Dat duurde echt lang. Nee, wat ik het meest heb gemist? Dat er voor me wordt gekookt. Ja? Ja, ik denk het wel. Wat heb je daar gegeten dan? Vis. Ze hebben veel vis in Noorwegen. Ik ben vegetariër. Echt niet? Oké. Okay. Ik ben wel vegetariër. Niet helemaal. Nee, oprecht. Ik ben nu echt helemaal... Ook met sushi ben ik ook vegetariër. Ja. Oké, okay, er ontstaat nu een ruzie tussen de vriendinnen. Oh, goeie klik. Oh, een ruzie tussen vriendinnen. De laatste keer... Ik ben een vegetariër. Goed, hè? Goed zo. Ja. Nee. We hebben een kipburger beter hier. Geniet gewoon van boterhammen. Heb ik ook gemist. Boterhammen? Hebben ze daar geen boterhammen? Jawel, maar heel droog. Alles qua brood was zo heel droog. Echt? Ja. Als ik dat eerder wist, had ik een brood voor je meegenomen. Gewoon een zakje brood. Ja. Gewoon wit tijgerbrood of zo? Of bruin nee, brood? Echt donkerbruin brood. Ja, van wit brood kan je niet goed poepen, hè? Nee, klopt. Oké, okay, hier laten we het bij. Ja. Goed moment. Yes, je gaat weg. Nou, ook weer fijn. Wat? Safety voorop. Weer de helm op. Ja, ik ben dus bezig met mijn camera te installeren. Kijk, ik heb hier een plakketje. En die plak maar ik dan... Heb je nou zo'n dik hoofd of heb je nou zo'n smal hoofd? Ik heb een heel dik hoofd, dus als je die niet oppast, dan heb je echt een mega hoofd. Ja, daar komt het wel op neer. Want iedereen zegt altijd, Unzel, je hebt zo'n groot hoofd. Dan word ik echt zo'n hamster. We gewoon doordrukken. Juist. En die... Kijk. Wat een zwaar ding zeg. Ja? Kijk, en dan heb ik deze camera hier zo. En dan kan je zo praten en dan zeg je, hey, ik ben Enzo, ik rij motor. Ik ben geen Enzo en ik zit niet op een motor. Nee, maar nee. Binnenkort maar wel. Maar dat wil je dus hier op gaan plakken? Ja, en dan motorrijden. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, ik wil eigenlijk gewoon zo boodschappen doen. Zeg, en dan gewoon filmen wat voor boodschap ik ga halen en dan zo. Ja, heel interessant. Ja, dit is een NNS. Ja, ook mijn nieuw... Oh. Ja, doe maar af. Ah. Nou, ik zie je op school. Ja. Over 3 maanden pas hoor. Maar... Ja, kom maar een keertje langs in de klas. Ja, moet je maar over 3 maanden even een berichtje sturen. Ja. Want je hebt eerst 3 maanden vakantie nu weer. Ja. Top. Zo, nou nu nog jou thuis brengen en dan ben ik er ook wel helemaal klaar mee. Ja, we moeten via via hè. Nee joh, hartstikke gezellig. Hé, hey, ik ben even aan het vlokken ja. Ik ben even aan het vlokken. We hebben zo net al afscheid genomen, nu moet je kappen. Dat is altijd zo'n ongemakkelijk momentje als iemand je wil uitzwaaien, maar je wil eerst je telefoon koppelen. Voor... Ik ben even aan het vlokken. Nee, wacht even. Het duurt te lang. Ik ben dan de telefoon aan het koppelen met navigatie en de muziek. En dan moet je alles nog instellen en dan staat iemand heel ongemakkelijk, staat daar zo heet het te wachten. Van ja, wanneer gaat hij nou eindelijk weg? Ja, verdomme Elise. Enzo, mag ik een beetje op de foto? Hou je mel. Nou. Nah. Wat, niet aardig. Nee, wat wil je? Mag ik op de foto? Oh, echt? Nou. Ik ga naar binnen toe.
Succes met het terugrijden. Dag. Zeg je even doeg. Doeg. We love you forever. A few moments later. Hm? Hoe is dit nou dan? Hm? 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 Die reageert. Hm? 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 Oh, schattig hè. Hey. Ja, we hebben in één keer een hond in de auto. Die gaan we even ophalen. Die hebben we even opgehaald bij Lizzie thuis. En deze hond die ga je weer brengen naar de woning waar je oppast op de dieren. Ja, klopt. Schattig, hoe heet deze hond? Chisco. Chisco? Ja. Chisco. Hm. Waarom reageert hij gewoon op hm? Hm. 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 Oh, een beetje bang. Oh, hè? Dat is toch nou weer voor haar. Hm. Zo dames en heren, ik heb Lizzie ook thuis afgezet en nu ben ik thuis en ga ik zelf lekker naar bed toe. Eventjes bijkomen van die 24 uur brandweerdienst, want ik heb echt weinig slaap gehad afgelopen nacht. Dus dat kan ik deze nacht eventjes inhalen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Ik zou zeggen, vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Hopelijk heb ik morgen alles gefixt voor de motorvlogs. Dat zou echt kicken zijn. Echt waar. Daar verheug ik me al een jaar op. Want vorig jaar werd het hem niet meer. Dus we gaan dit jaar lekker knallen met die motorvlogs. Want vorig jaar haalde ik pas ongeveer het einde van het motorseizoen mijn motorrijwijs. Dus kon ik niet heel lang rijden. In ieder geval, ik zie jullie heel graag morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!